Yo, what's up, guys? Teacher Paul over here, and I think we're finally gonna get justice for Joost. He is probably gonna go to Eurovision 2025, as we can see over here. Look, he changed his Instagram. Bro, I hate this. Look at this. My hand is... Anyways, here, Eurovision 2025, and... I don't know what song he's gonna sing. I don't think he's gonna sing Europapa anymore, but he better make a fantastic song for Eurovision 2025, and then justice will come naturally when he wins the Eurovision 2025, hopefully. Okay, let's take a look at the news from the Telegraph and see what they're saying and what, you know, what the whole update is. Because it's interesting that he would go back to the place that mistreated him and disqualified him and, you know, didn't protect him, didn't give him enough safety. It's interesting. And also, it might be a play, you know, it might be a strategy of EBU to drop the charges and said, hey, you know, come back and we'll drop the charges. And then they get more exposure for having him a second time. Maybe, I don't know. Speculation here. Let's see what they're saying. Het lijkt erop dat Joost Klein graag weer naar het Eurovisie Songfestival wil volgend jaar in Zwitserland. Oh, but wait, it's not up to him. He has to win a competition before he goes, right? I think he has to win another competition, another song festival before he goes. Is that correct? Correct me if I'm wrong. Verland. Klein hinten daarop op zijn Instagram-page en tijdens een optreden op Pinkpop. En iemand die bij dat optreden aanwezig was, is muziekverslaggever Richard van der Krommet. Ja, wat riep hij nou? Nou ja, wat hij riep, het concert begon al. Hij zei, why the F not? Op het scherm erachter. Right. Joost Klein, 2025. Dus vanaf seconde 1 werden de geesten rijp gemaakt... voor een, maar min of meer toch wel een statement over dat hij wel eens opnieuw... Guys, before we continue, I have a question and I need to ask you. Every time he says Joost, it blurs as if he's saying a swear word. Why does YouTube blur? Is there any swear word in Dutch that sounds like Joost? Let me know in the comments. Otherwise, they're censoring his name. That makes no sense. But... whenever this happens over here, as you can see, is because a swear word was said and they blur it in the subtitles. So let me know, guys, what is there any swear words that rhymes with Joost or sounds like Joost? Or een min of meer toch wel een statement over dat hij wel eens opnieuw aan het Songfestival mee wilde doen. En het eindigde met zijn citaat, why not? Why the fuck not? Why the fuck not? Ja, dat is okay, in zijn geval wel even belangrijk natuurlijk. Hij zette het ook op zijn Insta, hè, in zijn bio gelijk. Ja, nou gelijk, dat was meer dan 24 uur later pas. Maar de naam van zijn Instagram-account heeft hij veranderd in Eurovision 2025. Precies. I have a question also. Sorry if you don't like my questions. How many subscribers or how many followers did he have before Eurovision and after Eurovision? Now he has 1.8 million. Wow. That is 10% of the Dutch population. 10% of Netherlands follow him. Wow. Dus dat hint natuurlijk wel op... Dat is toch wel heel erg duidelijk dat hij toch wel een nieuwe poging zou willen wagen. Ja. En daar misschien maar de ook vraag wel ambitie is... voor heeft. Ja, nou ja, en dat kan dan, hè? Ambitie en een poging willen wagen. Maar hoe groot acht jij die kans dat hij echt naar dat Songfestival gaat? Ja, ik vind dat heel lastig te beoordelen. En ik vind ook het eigenlijk dat we... uiteraard is alleen maar te bewonderenswaardig. Maar tegelijkertijd... hebben we nog te maken met een onderzoek van de Zweedse justitie. Ja. Dat is nog helemaal niet afgerond. En dan moeten we nog afwachten wat de Zweedse justitie daarvan gaat zeggen. Gaat het door naar een rechter of helemaal niet? Hij mag het roepen. Maar ik snap ook dat anderen zeggen van... oh, maar dat is nog te vroeg om daarover een klap op te geven. Ja, ja. Nou, een andere partij in deze is toch ook wel de Avrotros. Hè? Die hebben een flinke vinger in de pap. Nou en of? Hebben zij al gereageerd? They have a finger nou, in the pie? Ze hebben wel gereageerd en willen ook nog niet reageren. Willen eigenlijk ook nog helemaal niet reageren. Nee, dus dat is de reactie. Ja, maar dat is ook een reactie natuurlijk. En dat begrijp ik eigenlijk heel goed.
dat ze de kaken even op elkaar houden. Ja, want denk jij dat het er wel in zou zitten dat zij hem weer zouden sturen? En met wat voor nummer dan? Want het mag niet hetzelfde liedje zijn. Normaal gesproken mag je niet zomaar met het lied van vorig jaar weer deelnemen. Sterker nog, het moet een nummer zijn dat pas na 1 september dit jaar gereleased is, waarmee je volgend jaar mee kunt He needs to make a new song. Maar misschien staat er in de kleine lettertjes, ik ben er nog onvoldoende ingedoken, maar dit is meer van horen zeggen van... Oh, but he's gonna do it. He's gonna make a good song. Is, zou het misschien wel moeten mogen. En dat vind ik eigenlijk wel fijn om te horen, want het is bijna onmogelijk om Europapa te overtreffen, denk ik. Ja, dat was zo'n... Dat knalde er zo bij iedereen in. Hij kan natuurlijk een nieuw liedje schrijven, geen enkel probleem. En hij gaat daar ook weliswaar zeer veel punten mee scoren, dat weet ik ook wel zeker. Maar dat Europapa had iets unieks. Europapa. now I understood the subtitles. I was trying to understand. Europe Dad, Europapa. He said it's hard to surpass Europapa. It's hard to make a song that is better than Europapa. But hey, if somebody can do it, I believe Joost can. After seeing the Lowlands performance, and you guys will be able to see it soon, I have complete and utter faith that he will make a banger song. And let me know in the comments right now, guys. Do you think Eurovision or EBU will allow him to come back? Do you think they will be friendly by next year? Do you think that's possible? Let me know. And guys, don't forget to like this video to support the channel, okay? Dus ja, het zou helemaal te gek zijn. Het kan ook nog zijn dat het wel naar de rechter gaat en dat uiteindelijk de rechter een uitspraak doet die in het voordeel is van Joost Klein en dus Nederland. En zelfs dan, maar daarvoor moeten we ook eventjes goed de kleine letters weer nakijken, zou het kunnen zijn dat de einduitslag van dit jaar niet geplaatst zou kunnen worden door Avro Tros. Oeh, dat zou heel spannend zijn. En ze hebben tot nu toe in ieder geval altijd volgehouden dat ze de maatregel buitenproportioneel vinden. Dus dat zou een logische vervolgstap zijn. Maar nogmaals, daarvoor moet ik echt even in de regelgeving drukken. Dit is even wat ik dacht aan, zo zat het toch? Ja. Maar ja, ik weet het daar niet helemaal zeker. Daar gaan we nog even verder in duiken. Heeft de manager van Joost inmiddels al gereageerd? Did you see Daga? Bellen en appen met de manager van Joost wat je wil. Maar meestal krijg je geen reactie. En tot nu toe heeft hij ook helemaal niets van zich laten horen. Nee, dat ook is niet. Op zich wel jammer. Ja, ja. Hoe was het nou op Pinkpop? Hè? Want daar deed hij ook Europapa natuurlijk. Hoe werd dat ontvangen? En was dat ook echt de versie die hij op het Songfestival... Hij heeft 2 versies van Europapa gedaan. Hij begon met de Eurovisie-versie. Hij was ook de openingsact van de dag, hè, op zaterdag om 12 uur. Mm-hmm. Hij riep ook zo een paar keer wakker worden allemaal. Des Joost natuurlijk. Het begon met Appie Musa. He looks so happy. He looks so healthy. Een levensgroot vogelhokje op het podium. Ook dat was natuurlijk meteen weer een verwijzing naar Europapa. En hij zat eventjes de vogeltjesdans te dansen. Waarna Europapa werd ingezet. Een betere start van een concert. Look at that. En ook van een Pinkpopdag kun je bijna niet hebben. Nee. Want dat... Bro, he looks healthy. He looks like he doesn't have EBU in his mind anymore. And he wants to move on. And that's the best thing, you know. Be kind to people. And he doesn't hold a grudge. That's awesome. That's another character trait that shows that it's hard to believe what they're talking about him. Joost, give me the onion. Dat keihard werd meegezongen. Hij is ook gewoon ontzettend populair, toch? Ik bedoel, stel hij zou wel worden veroordeeld, dan alsnog wordt hij wel omarmd. Dat gevoel heb ik een beetje, is dat zo? Ja, dat gevoel heb ik ook. Ja, het wordt hem niet kwalijk genomen. En het heeft misschien ook weer te maken met dat iedereen denkt van ja, het is ook een rare snuiter, maar een geniale rare snuiter. En hij heeft een hoge gunfactor. En van de week liet hij ook via zijn Instagram-pagina weten dat hij autistisch is. En dat verklaart misschien voor een deel. Yeah. I heard people saying he's in the spectrum of autism, but I didn't know he was full blown autistic. I don't think he is though. But okay, interesting. What they're trying to say here. Let's keep going. Zijn gedrag
Ik heb daar totaal geen verstand van hoe en wat. En volgens mij zijn er ook heel veel verschillende versies van autisme. Maar ik vind het eigenlijk heel fijn dat hij daar in ieder geval iets van openheid over geeft. Want het kan veel verklaren, bijvoorbeeld. Ja. Nou is dit natuurlijk in ons land weer gewoon groot nieuws, zo kunnen we het wel stellen. Maar leeft dit nou ergens ook nog in het buitenland? Of is het echt een beetje ons eigen dingetje? Het is ons eigen dingetje. Ja. Het is de verloren WK-finale van 1974... die we nu bij een nieuwe generatie herbeleven. He, dat ons echt iets onrechts is aangedaan. Ja. Dat voelen we echt met 17 miljoen mensen. Ja. Bro, what is happening to the Netherlands? You guys were robbed from the Eurovision. You guys were robbed from a goal against France because that goal was legit valid. That was valid. You guys were robbed from that goal. What else is gonna happen, guys? I don't want to see what's gonna happen on the next match of the Netherlands. Hopefully you guys will win and go to the next round. And I'm looking forward to it. And I'm looking forward to the next march. And hopefully I want you guys to, if you're watching and if you're going to the march, you know, go in and sing some Europapa, you know, sing a Joost Klein song, even if it's not Europapa, to support him, you know. Is it just me? Am I the only one? Or shouldn't Joost Klein be in the orange bus right now? He's like the biggest name in the Netherlands, from what I understand, in terms of his popularity, the Eurovision, you know, he should be in the orange bus. Isn't that something that should happen? Oh, by the way, is EasyJet from the Netherlands? Because it's orange. I don't know. If it is from the Netherlands, EasyJet, hey, sponsor me. I want to go to the Netherlands and vlog. Anyways, let's keep going. Yeah. En dat denk ik wel. En we houden van hem. En we houden ook van het blauwe pak. Dat had hij ook aan in Landgraaf. De eerste nummers. En ook terwijl hij Europapa deed. Daarna trok hij het uit. Dan kwam hij terug met een t-shirt met de tekst Why Not? Alweer. En toen dachten mensen al van, oh, maar zijn t-shirt... His shirt said Why Not 2025. En there's a target. Op. En dat why not kan natuurlijk al meteen te maken hebben met de eindmededeling van Joost van why the fucking not, hè? Eurovision. Mm. Maar het waren ook de woorden die hij zei tijdens de persconferentie. Are you guys allowed to say swear words that is in another language, even in daytime television? Conferentie van alle deelnemers, van een deel van de deelnemers die doorgingen naar de finale, toen die vraag aan de Israëlische zangeres werd gesteld. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Ja. Die Israëlische zangeres kreeg een vraag van een Poolse journalist. En de presentator van die persconferentie reageerde, hij hoeft daar niet op te antwoorden. En hij zei, why not? Precies. Oh, nou, we gaan dit ongetwijfeld volgen met jou. En als er ontwikkelingen zijn, dan sta jij hier weer. Die zijn er zeker binnenkort. Dankjewel, Richard. Oh, now it made sense. Why not is a throwback. Bro, I need to remember that everything that Joost does has a reference, has a throwback, has an Easter egg. He is an Easter egg genius, you know. That is so nice. Okay, so why not is a reference to what he said during the press conference with the Israeli singer. Interesting. Wow, okay. And did you see there was a target on his shirt? If you missed it, I'll show you. There was a target on his shirt and it was written 2025. So look at this. See, that's a target. So it feels like he's targeting 2025 Eurovision and his shirt says why not. Wow, what a mix of things. You know, why not is a reference to his press conference. And at the same time, it's talking about Eurovision. Why not? Wow. I even choked with that. Guys, if you want to request a video, buy me a coffee. Link is in the description or the pinned comment. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Let me know your thoughts about this. And would you like to see Joost
in the Eurovision 2025? Or do you think the Netherlands shouldn't even participate? Forget Eurovision. Let me know your thoughts. Take care now. Bye-bye. Now you can get full access to exclusive content, special reactions to shows, series, anime, full movies, and even request a video of your choice. Just become a YouTube member or join Buy Me a Coffee today. Find out more. The link is in the description. Never break, always fight, never quit, do it right.